tijd, een echte bok. Het is oktober, dus het is bokbiermaand. Maar wil het verhaal dat bokbier niets met een bok te maken heeft. Het zit even anders in elkaar. Het staat wel op alle flessen en viltjes, maar bokbier komt eigenlijk van oorsprong uit Duitsland. 150 jaar geleden voor het eerst gebrouwen in het plaatsje Einbeck. En daar komt nu de naam bokbier vandaan, want het is een verbastering. Door de jaren heen werd er bier besteld in de kroeg en dan werd het al gezegd, give me an Einbeck. En later werd dat Einbeck. En dat is in het Hollands verbasterd tot een bok. En bokbier wordt geschreven met CK. En niet zoals de grote jongens van Grols en Heineken met een K. Want het heeft niets met een bok te maken. Bokbier is gewoon een laat bier uit de oktobermaanden. Al 150 jaar oud. Ik zou zeggen, proost. En een heel prettig weekend allemaal. Prettig weekend.